ik wil even voorstellen. Dit is Martin. Martin Kikkert. Aftap. Al 60 jaar woonachtig hier op de Hoge Berg. Dit is onze zoon, IJsbrand. IJsbrand Benjamin Kikkert. En ik ben Ellen, Ellen Maaskant. Wij hebben een boerenbedrijf met zo'n 500 fokkooien. We fokken ook met de schapen natuurlijk. En we fokken met de paarden. Nou ja, en we onderhouden de Hoge Berg landschap. De Hoge Berg is in de tweede ijstijd hierheen geschoven. En heeft het hoogste punt 15,3 boven NAP. En dat heeft de kustlijn van Nederland gemaakt. En dat is dus een heel bijzonder punt, want het zat vroeger ook vast aan Wieringen. Moet je ook voorstellen dat hier de zee kwam, hè? Dit was gewoon de zee. Dit is allemaal ingepolderd, dat landschap zo, die kant op. De Hoge Berg is kenmerkend door zijn cultuurlandschap, zijn schapen, de tuinwallen en de mooie geveltjes aan de boerderijtjes. Het is pittoresk. En vanaf begin maart tot half april ongeveer worden er zo'n 800-900 lammers geboren. En die gaan op een gegeven moment ook dit landschap weer stofferen. Ja, het is een wondermooi gebied. Mooie sterrenhemel s'avonds en prachtige zonsondergangen. Dat zie je hier gewoon omdat je hier de ruimte hebt. Dit vind ik prachtig als je straks naar voren kijkt. Dit is werkelijk waar. Het is zo mooi gezicht. Dat is echt de Hoge Berg. Ja, dit